Ik ben Corine Oranje, ik ben kinderboekenschrijver. Ik ben 55 jaar. Ik heb een man, 4 zoons en een kat. Ik ben gaan schrijven eigenlijk omdat mijn moeder ook schrijfster was. Ik hoorde vroeger mijn moeder, als ik in bed lag, hoorde ik haar altijd typen op zo'n ouderwetse typemachine. En dan dacht ik, dat wil ik ook. En ik had ook altijd verhaaltjes in mijn hoofd. Dus eigenlijk vanaf dat ik 5 was, wist ik dat ik schrijfster wilde worden. Dus ja, toen ik 40 was, toen ben ik eindelijk begonnen. Ik heb de boeken over de misdaadmonsters geschreven natuurlijk. Maar ook boeken over paarden, over voetbal, over zwemmen. Ik heb boeken voor baby's geschreven, peuters, kleuters, prentenboeken. Ik schrijf eigenlijk over alles. Ik vind zoveel dingen leuk. Ik kom op allerlei manieren op ideeën. Door dingen die ik zelf heb meegemaakt. Door dingen die mijn eigen kinderen hebben meegemaakt. Sinds ik een computer heb, schrijf ik ze altijd op de computer. Op mijn laptop, in de slaapkamer. Ik heb wel overal in huis kleine notitieboekjes waar ik mijn ideeën op schrijf. Bijvoorbeeld naast mijn bed. Als je een spannende droom hebt, moet je hem echt meteen opschrijven. Want anders ben je hem kwijt. Of ook als je op de wc zit en je hebt ineens een goed idee. Je moet gewoon overal notitieboekjes hebben. Boeken moeten voor mij spannend zijn, maar niet te eng. Een beetje romantisch, dat mag ook wel. En ik hou ook van kinderboeken. Ik lees gewoon heel veel kinderboeken. Mijn lievelingsschrijver nu is denk ik Anna Woltz. Ik hoop dat je die kent, die is echt supergoed. En mijn lievelingsschrijvers van vroeger, dat zijn Roald Dahl en Astrid Lindgren. Die zijn zo goed. Als ik nou één boek zou moeten kiezen, zou het denk ik wel Kampioen zijn. Dat is een waar gebeurd verhaal over een vriend van mijn zoons. Die een heel sportieve jongen die op een dag een heel erg ongeluk meemaakt met zijn pony. En daardoor raakt hij zo gewond dat zijn onderbeen geamputeerd moet worden. Maar die jongen die vecht zich terug naar de zwemtop van Nederland en van de wereld. Hij gaat over een paar jaar weer meedoen met de Paralympics. En ja, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Een hoofdpersoon die verder gaat waar jouw boek stopt. Ja, ik ben bezig met een nieuw boek. Maar het is zo'n geheim project dat ik er gewoon nog niks over kan vertellen. Behalve dan dat het pas in het voorjaar uitkomt. Ja, zeker. Want ik begon ook met schrijven toen ik een kind was. Mijn tips voor kinderen die schrijver willen worden zijn: ga heel veel lezen, ga veel naar de bibliotheek lezen, alles wat je te pakken kan krijgen. Kijk wat voor soort boeken jij leuk vindt. De tweede tip is veel schrijven, gewoon veel oefenen. En de derde tip is schrijven over dingen waar jij verstand van hebt. Dus gebruik de dingen die je kunt. Zit jij op voetbal, dan ken je de spelregels, je weet wat buitenspel is. Je weet hoe het ruikt in de kleedkamer of hoe het is als een scheidsrechter oneerlijke beslissingen neemt. Dat soort dingen, die kun je gewoon gebruiken bij het schrijven van een spannend voetbalboek. Ik schrijf bijna elke dag, ja. Ook tijdens de feestdagen en zelfs tijdens de vakanties. Aan de ene kant, als je schrijver bent, heb je heel veel vrijheid. Ik kan elke dag om 11 uur opstaan als ik zou willen. En aan de andere kant houdt je werk eigenlijk ook niet op. Zelfs in de vakantie. Als er een boek uit moet komen
En er zitten nog foutjes in, voordat hij naar de drukker gaat. Ja, dan moet ik toch eerst even ervoor zorgen dat die fouten eruit gaan. Ook al zit ik in Oostenrijk. Of ook al zit ik in mijn tentje ergens in Drenthe. Dus ja. Je vertelde net al dat Misdaad Monsters je eerste boek is. Is dat ook het eerste boek wat je naar een uitgever hebt gestuurd? Ja, het was het eerste boek dat ik naar een uitgever heb gestuurd. En dat was natuurlijk een heel spannend moment, want je bent heel lang aan het schrijven en je weet echt niet of dat ooit een echt boek zal worden. Maar na 2 weken kreeg ik een telefoontje van de uitgever, Aukelien Wieringa. En die zei, ik vind het een heel leuk boek, we gaan het uitgeven. Dus ik was echt super blij. Nee, een boek is nooit in 1 keer goed. Je moet het eigenlijk nog 2 keer opnieuw schrijven, zeg maar. Je krijgt allemaal aanwijzingen van een redacteur. Dat is een soort juf of meester die zegt van, nou, dit kan beter, dit kan leuker, dit klopt niet. Dan ga je daarmee aan het werk en dan stuur je je boek gewoon opnieuw in. De stomste reactie is, ik moet een boekbespreking houden. Het is morgen. Kun je me alsjeblieft een uittreksel van je boek sturen? En de leukste reactie is vaak van ouders. Van, mijn kind houdt eigenlijk helemaal niet van lezen. Maar die heeft jouw boek achter elkaar uitgelezen. Dat vind ik heel erg leuk om te horen. Meestal doe ik niet zo heel veel samen met de illustrator. De uitgever die zoekt een goede tekenaar bij het boek dat ik geschreven heb. En die tekenaar leest de tekst. Die maakt dan eerst een voorkant voor het boek, dus een omslag. En daarna gaat hij aan de slag, of gaat zij aan de slag met de tekeningen voor het binnenwerk, voor in het boek. Nou, in elk boek zit wel iets wat in mijn eigen leven is gebeurd. Heel vaak ben ik de irritante moeder in een boek. Of ben ik het meisje dat heel verlegen is. Of zijn het mijn zoons die erin meespelen. En soms komt het ook heel dichtbij. Ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven over de tsunami van 2004. Een hele grote vloedgolf waarbij heel veel mensen zijn omgekomen. Nou, die hebben van heel dichtbij meegemaakt. En ik ben toen ook naar dat gebied gegaan waar de tsunami heeft plaatsgevonden om met kinderen te praten. Dus ja, ik gebruik wel dingen die ik zelf heb meegemaakt of waar ik heel dichtbij ben geweest. De verhalen van de Top Secret boeken, dat waren de eerste boeken die ik schreef. Ik wist nog helemaal niet hoe dat moest, een boek schrijven, dus ik heb eerst Snuf de Hond een paar keer goed doorgelezen. Ik dacht, hoe doet Piet Prins dat? Er moet een hond in. Er moeten een paar jongens in die goed zijn in misdaden oplossen. En er moet een spannend verhaal in. En toen ben ik heel veel gaan fantaseren. Nou, ik heb natuurlijk ook een periode gehad in mijn leven dat ik op een spionnenclub zat. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik heb er ook over gelezen. Op internet kun je ook ontzettend veel vinden over geheimschriften en over geheime inkt en over geheime alfabetten en morsecodes. Ideaal. Wat heeft 3 letters, soms 4 letters en nooit 5 letters? Probeer die maar eens op te lossen. Misdaadmonsters, zegt Robin op plechtige toon. We zijn hier bijeen om een kandidaat lid te maken van ons monsterverbond. Berenklauw, lees de kandidaat de reglementen voor. Tim, die naast de Arco zit, haalt een vies klein notitieboekje uit de achterzak van zijn spijkerbroek. Hij haalt luidruchtig zijn neus op, drukt zijn bril wat steviger op zijn neus en begint voor te lezen. Regel 1. De misdaadmonsters zetten zich in tegen misdaad.
Regel 2. Wie wat over de misdaadmonsters vertelt, wordt gestraft. Regel 3. De misdaadmonsters komen iedere maandagavond bijeen in de geheime hut. Regel 4. Wie lid wil worden, moet laten zien dat hij genoeg moed heeft. Tim steekt het boekje weer in zijn zak. Robin staat op en neemt het woord. Kandidaat, stem je in met deze regels.